Ik ben een voorstander van één merk. Ik hou er niet van om meerdere merken naast elkaar te voeren, omdat ik ergens volledig achter moet staan en ik kan niet iemand een advies geven als ik drie merken heb, op waarom kies je voor die en waarom voor die. Dus ik wilde een merk waar een normale gezonde huid, een jonge huid, een mannenhuid, vrouwenhuid, probleemhuid, alles moest daarmee overweg kunnen. Nou, en toen ben ik gaan zoeken, toen kwam ik uiteindelijk bij 3-4 merken uit en dan moet je natuurlijk ook samenwerken met een bedrijf. En ik ben ze gewoon gaan mailen. En bij iedereen kan je wel een soort startpakket of een introductiepakket aanvragen. Een pakket heet dat, geloof ik. En ik kreeg van de ene een envelop helemaal vol met zoveel boekjes, folders en dat soort dingen. En de ander kreeg nog wat samples, wat niet heel onbelangrijk is, want je wil het toch ruiken en voelen. En de nazorg en twee bedrijven hoorde ik helemaal niets van. En de andere twee kreeg ik inderdaad een envelop met samples en die lagen heel dicht bij elkaar. En toen was het voor mij, wat zal ik gaan kiezen? En toen ben ik gewoon gaan bellen met ze, ben ik gaan kijken wat de mogelijkheden waren. En toen ben ik uiteindelijk bij het bedrijf van Image Skincare beland. En Image Skincare is een cosmeceutical, een paramedisch product. En daarmee kan je echt onwijs veel problemen oplossen. En dat vind ik gewoon heel fijn. En de kennis erachter is enorm. In Amerika is het een super groot merk. Ze zijn echt onwijs goed aan de weg aan timmeren. Ze hebben leuke acties ook. In de zomer hebben ze altijd leuke zomersets. Ze hebben in de winter hebben ze de holiday kits. Die zijn super gaaf. Maar ze hebben ook samples. Mensen kunnen dingen proberen. Op het moment dat er iets mis is met een product, kan je ze benaderen. Gaan ze dat weer aanpakken. Dus de kwaliteit is heel belangrijk. En heel goed onderwijs hebben ze eigenlijk. Dus je kan intern hele goede cursussen doen. En zo ben ik eigenlijk bij Image Skincare beland. Voor het gezicht werk ik echt alleen met Image Skincare. Ja, ik heb wel een bijproduct. Dat is Glad Skin, maar dat is geen huidverzorging. Ja, ze hebben wel wat extra ingrediënten, een face wash en zo, maar daar werken we niet mee. Ik werk echt alleen met de Glad Skin, de gel. En dat is een bacteriedodende gel. Die doodt de Staphylococcus aureus. En dat is een huideigen bacterie, maar als je eczeem of rosacea hebt, of na het scheren een hele geïrriteerde huid, bij acne, dan is die bacterie te veel aanwezig. En dan werkt het eigenlijk als een soort antibiotica. Alleen is het een natuurlijk eiwit. En ze hebben ontdekt dat die bacterie doodt. En dat doe je gewoon op. En na 10 minuten is dat uitgewerkt. En dan doe je gewoon alle overige dingen die je altijd doet. Maar dat neemt de jeuk en de roodheid zeg maar weg. En dat is eigenlijk meer een bijproduct. Maar qua huidverzorging is het echt puur alleen Image Skincare. Maar mijn absolute favorietste eye conceal. En dat is een foundation. Waarbij de huid blijft ademen. Hij egaliseert super. Het heet ook een eye conceal. Omdat het eigenlijk een soort concealer is. En je kan hem mengen met de crème. Je kan hem ook puur aanbrengen. En eigenlijk ga ik nooit zonder naar buiten. Er zit ook SPF in. En hij herstelt de huid. En dat is echt. Dat kan ik wel mijn favoriet doen. Mensen die echt met iets anders werken. Daar wil ik best een gezichtsbehandeling bij doen. Maar op het moment dat iemand met een klacht of een probleem komt of iets waarvan zij willen dat ik het ga oplossen, moeten ze echt eerst met mijn producten gaan werken. Minimaal 2 weken. En dan ga ik pas behandelen. Omdat het is een paramedisch product. Gaat de diepte in. En je moet hetzelfde zien als je de marathon wil gaan lopen. Dan ga je ook niet gelijk aan de start staan van nou, ik ga die marathon eventjes doen. Daar moet ook een hele lange training aan vooraf. En dan ga je ook beginnen langzaamaan in de sportschool. En dat breidt je uit. En dat is met dit ook het geval. Een huidverbeterende behandeling, een peeling, de microneedling, wat dan ook. De huid moet zelf heel veel doen. En de ingrediënten komen echt in de levende huidlaag. En alles wat je zo in de winkel koopt, komt dat niet. Dus vaak is de huid helemaal niets gewend. Dus als ik dan en de producten en zo'n peeling erop doe, dan je hebt zelfs kans dat er niks gebeurt omdat de huid schrikt en zich sluit. Of dat je juist een hele heftige reactie hebt. En dan denken mensen, het werkt niet. Dus vaak in die 2 weken dat ze de producten gebruiken. Bijvoorbeeld bij acne. Bijvoorbeeld, dan zie je al dat de huid rustiger wordt. En dan ga je peelen. En wat ik doe is zeg maar 25% van het resultaat. Maar die thuisproduct is echt 75% van het totale resultaat.